We staan op station Zwolle. En aankomend weekend rijden er geen treinen tussen Deventer en Zwolle. En dat geeft ons de mogelijkheid om sporen te vernieuwen tussen Deventer en Zwolle. We gaan 3 overwegen vernieuwen en we gaan het ballastbed een gedeelte vernieuwen. Die 3 overwegen gaan we dus vernieuwen. Dat wil zeggen dat al het oude materiaal eruit gaat en we gaan daar nieuw materiaal gaan we er aanbrengen. Zodat de overwegen er weer jaren tegen kunnen. Bij de ballastbedvernieuwing tussen Olst en Zwolle gaan we de stenen onder de dwarsliggers gaan we vernieuwen. Zodat ook daar de kwaliteit van het spoor weer helemaal tiptop in orde is. De vernieuwing van de ballast is nodig om te zorgen dat nu en ook in de toekomst het spoor goed blijft liggen. Er rijden dit weekend dus geen treinen tussen Zwolle en Deventer. De vervoerder zal bussen inzetten en hier moeten reizigers dus wel rekening mee houden.